Headshot. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe Redstone tutorial. In deze Redstone tutorial laat ik jullie zien hoe je dit kunt maken. Ja, wat je dus eigenlijk doet is, je schiet op een beacon. Deur gaat open. Je hoort wat noodbloks en dan gaat hij weer dicht. En dit is heel handig voor de maps, adventure maps bijvoorbeeld. Want dan kun je die beacons ook natuurlijk heel ver weg doen. En het is heel makkelijk om te maken. Het is ook heel leuk. Dus, je bouwt een deur. Voordoen. Zo, een deur. En daarna heb je dit nodig. En als het goed is, heb je zo de muur, dat het hier zo heen gaat. Maar als het niet zo is, dan kun je de redstone signal ook nog onder de muur door laten gaan. Maar het handigste op dit moment is gewoon even dat het zo in één keer direct naar die deur toe gaat. En daar zet je dan een comment blok neer met een command. Alleen die command, die moet je pas, anders stop ik even die klok. Dat is wel wat beter. En wat je dan doet is, je zet hier ook een comparator neer. En je bouwt hier een klok. Het maakt niet uit waar je de klok bouwt, alleen ik bouw hem even hier. Zo handig, maakt niet uit waarop je het zet, maar het maakt niet zo heel veel uit. En dan plaats je bijvoorbeeld hier een beacon. Klaar. En wat je nu doet, is je doet gewoon slash test blok. Set blok. En dan druk je gewoon op de tab knop. En dan spatie, tab. Dan zie je hier de coördinaten staan die je nodig hebt. En ik kopieer ze, maar je kunt ook gewoon wat ervoor weghalen. Zo kijk, dan kun je zo, die, heb je zo die coördinaten. Maar je kunt er ook gewoon op staan en dan net eentje minder rekenen dan die bij blok, die tweede. Dat moet er 5 zijn, omdat je op dit blok staat. Alleen, je staat erop dus, en niet erin. Dus ja. En als je die coördinaten hebt, dan vul je hierin slash test voor apenstaartje E en dan zo'n haakje en dan type is arrow, want het moet wel een arrow zijn, een comma, en dan doe je x is 95, comma i is 5 in dit geval. En dan comma z is 256. En dan doe je weer een haakje sluiten. Dus haakje openen type is arrow, comma x is 95, comma i black is 5, comma z is 245. Die coördinaten die zijn bij jou natuurlijk anders. Of moet heel erg toevallig zijn. Maar dan druk je op done. Oh ja, en haakje sluiten. En wat je nu doet is, je start de klok. En nu moet je hier een timer neerzetten. Of gewoon ergens. Bijvoorbeeld, je kunt het ook gewoon zo doen. Of in een blok laten gaan. En dan hier zo. Maar je laat het gewoon even wat repeaters. Een aantal. En dan zet je hier weer een comment blok neer met de comment slash kill apenstaartje E type is arrow. En dan kilt hij de arrow. En kijk, hij blijft aanstaan als daar een arrow in dat blok zit. En ik heb dus ontdekt dat als je erop schiet,
dan zit een deel van de entity zit al in het blok. Dat kunnen we ook zien door F3B te doen, volgens mij. En dan kun je zo... Headshot. Zien. Oké, ik ben dus ergens achtergekomen dat hij helemaal niet op die coördinaten let. Dus dat moeten we even veranderen. En dat is niet heel lastig. Want dat is heel onlogisch, vind ik. Wat? Oh. Maar als je dit dus zo invult, dan werkt het niet. Moeten we dat even oplossen? Oké, mensen, ik heb het gefixt. Want eerst dan kon je zeg maar gewoon hier schieten. Daar schieten. En nu moet je echt schieten. Want nu zie je ook dat die deur open is. Nu is hij dicht. Kijk, het probleem is, je kunt niet arrow doen als je ook coordinates wilt. Alleen er is geen entity die. Er is geen. Andere entity die echt in het blok kan komen met zijn hitbox. Met zijn entity dinges. Alleen een arrow wel, want die komt ook echt ook een beetje in de muur. Headshot. Ja, die zit echt in de muur. Dus dat is wel handig. Want wat je nu moet doen is... je moet wel R is 0 erachter zetten, maar dat weet ik niet. 100% zeker. Ja, zie je? Kijk, nu ziet hij... Nu kijkt hij ook naar mij. Alleen je moet... Ook range is 0. En dan dus neemt hij al alle ranges aan. En dat moet niet. En hij moet ook niet 1, want op 1 staan. Want 0 is echt op het blok zelf. In het blok zelf. En 1 is hier nog. En hier ook nog. Headshot. Kijk, dat heb ik even gezien. Met de... ding met die hitbox. Headshot. Kijk, die steekt net wat meer eruit. Dus dat is wel heel erg handig. Dus dat is hoe je het fixt. Dus dit is de command. Komt wel in de beschrijving, maar dan kopieer ik hem nu alvast. Zo. En hier doe je dus wat comparators, repeaters aan vast. En dan kun je noteblocks aan vast doen. Voor een geluidje. Steeds sneller gaat tikken voordat zodat als hij dan klaar is dat hij dan in één keer stopt. Nou, kijk, als we nu erop schieten. Headshot. Dan kunnen we er doorheen. Heb je gekild. Doei. Schieten we mis. Headshot. Gaat hij niet open. Schieten we. Wacht, laat dat even fixen. En nu is hij raak, alleen dan wordt die arrow ook alvast gekild en dat moet ook. Dus ja. Ja, je kunt ook doen dat je op 3 verschillende punten moet schieten. En dat kan ik even heel snel bouwen. Oké, ik heb het gebouwd. Dus als ik nu hier schiet. Headshot. Oké, nu heb ik het gefixt. Ik had per ongeluk wat van de redstone vergeten. Headshot. Headshot. En die. Headshot. 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 Deze moet weg. En dan moet dit zo hier aan vast. Ja, dat is hoe het werkt. Dus pas eens. Alle. Headshot. 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 Gaat hij open. Dan gaat hij weer dicht. Oké, nu hoe het werkt. Kleine klok. Deze commands erin. Gewoon 3. Comparators. Torches. Zo, daarin. En dan. Nou ja, gaat gewoon weer. Nou, zoals anders. Maar ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Please like, abonneer, laat een reactie achter. En dan check ik jullie later.